Dit is de rolstoelafdeling. Hier kunnen mensen met een rolstoel kunnen ook gewoon zitten. Hier. USB-punten en stopcontact. Reisinformatieschermen. Loungebanken. Loungebanken. Wacht, ik ga even overchatten naar normaal mode. Yo, dames en heren, dit zijn de welbekende stitchtafel. En bij de stitchtafel heb je de mogelijkheid om via USB je telefoon op te laden, zoals je ziet. Dus, een keer tegen een leunen. Hier. Zie je, kijk daar, en dan kun je je vasthouden als de trein rijdt. En dan kun je zo, zeg maar, hier. Nee, ik heb mijn upgrade. Ik zou een linkje hieronder beschrijven in de beschrijving zetten waar je kunt bestellen. Wacht. Ja, wacht. Ja, wacht. Deze knop. Hier. Dan nog. Hier. Dames en heren, klapstoelen, deze, yo dames en heren, deze klapstoelen zitten wel vrij hard, ze hadden wel iets zachter mogen voor mij, dat was het. Druk het weer op het knopje. Knopje. Ik wil even gewoon dat de deur dicht zijn. Knopje. In een uitzichtpaal, dat is een SLT, sprint de light train. Zoals je ziet is de cabine heel erg druk. Holy shit, dames en heren, er zit gewoon een tafeltje. Kun je laptop neerzetten. En hieronder heb je stopcontacten,
een USB-punt, dan kun je laptop opladen in de trein. Dat is echt lekker chill. En. Als je het goed kan zien, zie je LED-verlichten. LED-verlichten. Yo, dames en heren, hier een jassenhaakje. Hier een jassenbanger. Hier zit de wc. Zie je, zit goed op slot. De trein weer open.